5 oktober stond Sander van der Streek voor het laatst in de basis in een eredivisie-duel van FC Utrecht. De afgelopen weken kwam de man uit Barneveld vooral als invaller binnen de lijnen. In het doelpuntrijke duel tussen Utrecht en de Graafschap was van der Streek er vanaf de aftrap bij op de nummer 10 positie. Aardige paas zeg van der Marel. Tanane. Van Overeem meldt zich. Tanane probeert het. Ja, we wilden de Graafschap op een bepaalde manier bestrijden. En ja, met mij op 10, dat was vandaag het plan. En ik denk dat dat heel goed uitpakt. Dus, maar ook zeker omdat het team gewoon alleen maar vol energie overal aan druk zetten was. We hadden constant de tweede bal. Hier komt Van der Streek met zijn kans en met zijn goal. Daar is de voorsprong voor FC Utrecht dan toch binnen het kwartier. De trap van Tanane. En Jansen vrij 2-0. Dat gaat ontzettend snel. En Kerk achter het stand weer langs. Het is 3-0. Alles vliegt erin. Ja, we kwamen goed vrij voor de goal. Willem de eerste. Die werd vrij gespeeld door een goede blok. En ik moet zeggen dat Oussama die twee vrije trappen ook fantastisch aansnijdt. Waardoor het heel snel 3-0 staat. Ja, dat zijn toch wel wapens van ons, die vrije trappen en corners. En ik ben blij dat ik vandaag weer in de basis stond. En dan moet je zorgen dat je beslissend bent. En dat probeer ik ook de afgelopen wedstrijden te zijn met een invalbeurt. Maar ja, dan heb je minder tijd daarvoor. Dus ja. Utrecht op weg naar de 6e overwinning van het seizoen. En hier is hij dan. Het doelpunt waar het publiek naar snakt in de tweede helft. En gemaakt door hun lieveling. Nick Venema. Mooie paas van Overeem. Guttler. En nog een kans en weer een goal. Het is weer Venema. Daar is de 5-0. Hij maakt er 2 als invaller. Never change a winning team, zeggen ze dan, hè? Ja, maar dat was naar NAC ook. En toen was ik eruit, dus laten we maar eens gaan kijken wat de aankomende vrijdag gaat brengen.